De Nachtzoen. Zo'n zanger die zoekt naar het slaapliedje dat ons in donkere dagen plat zal krijgen. Die zal het toch wel winnen van onze onrustige geest? Leg je bezorgde hersens neer en laat binnenkomen dat alleen dat ene ventje over je waakt. De spoken zijn verdreven. Deze Nachtzoen krijgen we van zanger Thomas Olymans. Heb jij een nachtstem? Heb je een opbedlegstem? Opbedlegstem? Dat weet ik niet eigenlijk. Kun je het proberen? Want wij moeten allen op bed gelegd worden. Ja. En op wat voor manier dan? Ja, ik... Nou, dat is dan aan jou. Wil je ons geruststellend op bed leggen? Dat wel, denk ik. Want dat is volgens mij dan de meest prettige manier hoe je op bed gelegd kan worden. Dat je, want het is goed. Het is... Slaap maar, of zo. Doe maar. Klopt natuurlijk meestal niet helemaal of zo, maar dat is wel hetgene wat het meest doet, denk ik. En wat voor liedje zou daarbij horen? Wat ik altijd een heel mooi liedje vind en waarvan ik nooit weet of ik de tekst goed doe, en dat is een Duits slaapliedje, maar volgens mij hoort het ook bij slaapliedjes, dat je nooit eigenlijk zeker weet of je de tekst goed doet, maar het gaat meer om een soort herhaling en dan, oh, slaapt hij al of is het nou? Dat is, volgens mij heet het ook Babi Boe. Maar omdat het zo'n... Ja. En dit is dan mijn vak, hè? Zingen. volgens mij gaat het ongeveer van... Babi Boe, nur der Mann im Mond schaut zu. Wenn die kleine, naam van degene die wordt toegezongen... Schlafen, so schlaf auch du. Dat was vreselijk. Babi Boe? Babi Boe, nur der Mann im Mond schaut zu. Verder geen enge mensen, geen enge geesten onder je bed of weet ik wat, alleen het mannetje in de maan. Wenn die kleine kinder slaven, zo slaaf auch du. Dus het is nu tijd, het is goed, ga maar slapen. Babi Boe, nur der Mann in Mond schaut zu. Wenn die kleine kinder slaven, zo slaaf auch du.